De recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten hebben geleid tot een drastische verhoging van de brandstofprijzen op de wereldmarkt. Deze veranderende prijzen wereldwijd hebben als gevolg dat de brandstofprijs lokaal moest worden aangepast. In opdracht van de president is het ministerie van Financiën nagegaan hoe de samenleving tegemoet te komen. Dit meldt het Nationaal Informatieinstituut. Volgens het NII is bepaald een deel van de government take tijdelijk in te leveren. De prijs van onleaded, die 6,77 SRD was, met 34 cent verhoogd, is teruggebracht naar 6,60 SRD cent per liter. De regering is dus met 17 SRD cent ingekomen. De nieuwe prijs van een liter diesel is 6,25 SRD en een liter super unleaded 6,74 SRD. In het kader hiervan sprak onze nieuwsdienst vanmiddag met enkele autobestuurders. Aan hen is gevraagd wat zij vinden van de aanpassing van de brandstofprijs. Nou, ik heb er nog niks van gemerkt hoor. Dus het zou een goed idee zijn, maar ik wil het eerst zien. Boy, ik heb geen antwoord hoor, want de olieprijzen elke maand, laat me met je zo zeggen. Maar als je volgt dat nu de prijs, want de man vindt dat de prijs zo tang als hem, dan zij vinden van pistool dat. Wel, het is marktcrisis hoor. Wereldmarktcrisis is het. Dat zeggen ze. Ja, maar hoe merkt u het als taxichauffeur op? Dus, we kunnen niks zeggen, man. Dus, elke week is het verhaal. Elke week wordt hetzelfde verhaal. En als u nu ziet dat het op 66 blijft, wat zal uw antwoord dan daarop zijn? We kunnen niks doen. Hey, dat ligt bij de regering. Gaat dat dan gebeuren, dat het niet steeds gaat verhogen? We zullen zien, want tot nu toe merken we steeds verhoging. Enkele bestuurders die vanmiddag hun mening gaven over de aanpassing van de brandstofprijzen. De regering heeft besloten tijdelijk de government take in te leveren.